Deze beschouwing Die is lekker voor het slapen gaan, <laughs> ook voor mezelf. Morgen ga ik weer lekker werken. Ik moet morgen naar een opvangtehuis en dat ja, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Dit is voor uh, moeders. Ik denk aan ja, alleenstaande moeders. Dus vrouwen die zijn per ongeluk zwanger geworden. En die worden dan opgevangen. Ja, ik weet het niet. Ik ben er nog nooit geweest. Vandaag ben ik geweest uh, op een, een dagbesteding. En die plek die kende ik. En het was heel leuk om daar weer te komen. En, en die mensen zo van. Hé, hey, ben jij er weer? <laughs> Ook uh, cliënten. Hè? Die mij herkenden. Dat was zo leuk. Ja, ik heb ontzettend leuk werk. En morgen heb ik er echt zin in. Uh, ja, dat, ik ben heel benieuwd. Ik ga lekker met de bus. Dat vind ik ook wel fijn. Ik ben vandaag ook. Ik had kunnen fietsen. Ah, het is koud weer en ik denk, kom op. En ik krijg dat niet helemaal vergoed als ik met de bus ga. Ik krijg ongeveer de helft vergoed. Maar ja. Ik heb vandaag dan vier uur gewerkt en dan betaal ik dus voor mijn bus-elende 2, 3 euro. En dan hoef ik niet te fietsen. Wauw, dat vind ik wel. Uh, Vind ik wel de moeite waard. Als het nou lekkerder weer wordt, dan ga ik denk ik weer fietsen. Wacht, maar, maar nu. Hè. Het is januari, kom op. En ik ben 60. En waar ik morgen naartoe moet, jo, dat, is, dat ga ik echt niet fietsen. Dan gaan we lekker met de bus. Dat is meer dan 10 kilometer, dus kom op. En het is nu half één. Dus ik ga ze dadelijk lekker slapen. Ik ga het hebben over uh, de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Ik heb vandaag geluisterd naar Jordan Peterson, een paar van zijn lezingen en. Uh, interviews... een beetje hapsnaps... een beetje alles wat. En er was één... was erbij... en dan staat hij echt voor een enorm... grote zaal... en die mensen... die geven hem een staande ovatie... als hij het podium opkomt. Hij moet huilen, fluiten... En ook als hij dan bepaalde uitspraken doet. dan gaan ze ook uh, tussendoor uh, joelen, fluiten, uh, nou, applaudisseren. En dat, dat ging me irriteren. En dan zou je denken, ja Piri, je irriteert je daaraan gewoon omdat je jaloers bent. Dat dacht ik dan van mezelf dan. Hè? <laughs> is dat soms jaloezie van mij op zo iemand? Ben ik jaloers op hem? Dat hij zoveel um, bijval krijgt? het is dus zo beroemd is? En ik kan je zeggen, dat is niet zo. Punt 1, ik zit zo niet in elkaar. Ik ben niet jaloers op andere mensen. Dat, dat gaat er bij mij niet in. En ik ben het voor een deel wel met hem eens. En ik. Ja, ik, ik ben het dan niet met hem eens dat hij zo'n fan is van Socrates. Want ik vind Socrates. Ja. Nou eigenlijk, als je het me kort door de bocht vraagt, dan vind ik het een stomme vent. Ik zou echt niet weten wat die man nou. Uh... Ja, wat? Weet jij het? En Jordan B. Peterson. Die, die komt dan niet verder dan te zeggen. dan dat Socrates van zichzelf heeft gezegd. dat hij een. een daimon heeft. Een daimon. dat is uh, Grieks. dat betekent zoiets als. Uh, Godje. Dus een kleine God. Een klein Godje. Dat is dubbelop, natuurlijk, dubbel maar Godje. dus, Dat is Daimon. Dat is Grieks. het demon, zeggen wij dan ook wel. Een demon is in principe ook een kleine godheid. Is een soort, ja, het is een duiveltje. Hè? Maar Daimon, op zijn Grieks, zo heb ik dat geleerd dan, hè. Want dit verhaal dat Socrates een daimon had, dat heb ik ook geleerd bij de katholieken. Ik heb bij de katholieken op school gezeten toen ik veertig was. Dat werd ons toen ook verteld. En een daimon dat was dan eigenlijk alleen maar een klein godje, niet per se een demon, niet een duivel. En dan kwam Socrates, dan kwam Jordan Peterson daarmee dat Socrates had een daimon. En ik, ja, nou en wat nou? Ja, hij had een stem van binnen, wat hij nou luisterde. Ja, wat nou? Ja, ik vind het dus... Ja, zoals ik zei, ik vind Socrates gewoon een eikel. Ik zou echt niet weten wat die man nou... Punt 1, Socrates heeft zelf helemaal niks opgeschreven... Nou, heeft Christus Jezus dat ook niet gedaan? Dus dat op zich zegt niks, maar um, ja, Socrates gaat dan door voor een filosoof. En ik vind, als filosoof, mag je toch wel wat opschrijven hoor. Dat is net alsof je een muzikant bent. Dan mag je toch wel een liedje zingen of niet? En Boeddha heeft dan ook niks opgeschreven. Maar Boeddha lijkt me eigenlijk wel een aardige keel. Socrates heeft een aantal van die dingen gedaan waarvan ik denk van, nee, man. Bijvoorbeeld toen Socrates veroordeeld werd door de bevolking van Athene. Ja, dus die, het, Athene was zo'n maatschappij in het klein van wat we nu in het groot hebben. Zo'n 1% is de baas en de rest mag met poep en er sjouwen. Dat was Athene. Nou, en, en Socrates, die was uitgekotst door die 1%, die dan heel democratisch. Nou, dat heet dan democratie als 1% het voor het zeggen heeft. Sorry, weet je wel? Aham. De bakermat van de democratie. Maar die 1% van Athene... die had genoeg van Socrates... en die stelde voor dat hij op moest zouten. En ga jij je lullige verhaaltjes... maar ergens anders vertellen? En anders, als je dit niet doet... dan uh, drink maar... een beker met uh, gif. Nou, en toen heeft Socrates... ervoor gekozen om niets te verhuizen, maar om die beker met gif te drinken. Ha 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 ha! Bedoel, kijk, Christus Jezus, die heeft, dat was denk ik de avond voordat hij, voordat zijn lichaam zou sterven, dan heeft hij gezegd van: uh, "It is expedient." for me to go away. Ik zal er even ik vind het zo'n mooie tekst hè. Ik pak hem er even bij hoor. Nee, ik, ik, dit, dit gaat puur filosofisch hè. Dit is voor het slapen gaan ook voor jullie, hè? We kijken. It is expedient for me to go. Oh lang leven. Dat is Johannes 16. Vers 7. Goed onthouden. Bij Johannes vind ik zo'n mooi evangelie. hè? Het vierde evangelie. Het vierde boek van het Nieuwe Testament. 6. Vers 19 toch? Nee, 7. Ach, zeg ik nou? 16? Ja. Johannes, 16. Perry, let toch op. Oedel 7. Nou, go. Hier staat het. Dit is dan Johannes 16, vers 7. En dat kan je makkelijk onthouden, want 16 is een 1 en een 6. Dat is 7. En dit is het zevende vers. Zo kan ik het voortaan ook onthouden. Het is gewoon Johannes. 16e hoofdstuk 7e vers Prachtige taal Hier staat Nevertheless I tell you the truth It is expedient for you that I go away For if I go not away the comforter will not come unto you But if I depart I will send him Unto you. Ah, dit is... Kijk. Hier staat. En dat staat ook op heel veel andere plekken hoor. Dat staat zelfs al in het eerste woord van de Bijbel. Want het eerste, het eerste woord van de Bijbel is Birishid. Daar staat al. Dat Christus, de Zoon van God. Zijn dood zal vinden aan het kruis. Er staat in het eerste woord, hè? De Bijbel is geen geintje, man. En hier staat het dus ook. En hier staat, want it, it, it is expedient for you that I go away. Hè? Het is, het is voor jullie nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan zal de trooster niet komen. De comforter, dat is de trooster. Maar, als ik vertrek, dan zal ik hem sturen. Of als ik vertrokken ben. Of door mijn vertrek, dat kan je ook nog zeggen. Maar door dat wat er. En dit was volgens mij dus. Op de avond van het laatste avondmalen. Maar nou, dat gok ik zo'n beetje. Maar het is in ieder geval voordat hij dus het ging. Hè, dat hij, hij kondigt het dus aan dat hij zal gaan sterven. En dat dat nodig is. Dat, het, dat hij sterft. Uh, ja, dat zijn heengaan nuttig is. Voor de mensen. Dat heeft een doel. Zijn dood heeft een doel. En het doel van zijn dood is dat hij vanuit die daad, door die daad, na die daad, ja, zal hij de trooster sturen. En de trooster is dus de, de derde die. Dat is dan. Je moet, niet, je moet niet denken dat het christendom een, een meerdere goden heeft. Het is het derde gezicht van God. De derde kant van God, zo moet zeggen. Dus wat het christendom zegt, is dat God niet alleen de schepper is. Die er was voordat de aarde en de hemel er waren. Maar. Dat hij ook onder ons geweest is. Dat is de tweede kant van God. God is als het ware te vergelijken met een man. En die heeft een aquarium. En die is ook een van de vissen geweest. Dat is best gek natuurlijk, hè? Dat degene die het aquarium heeft uh, gemaakt. dat die heeft gedacht op een dag van kom. Ik ga tussen de vissen zwemmen. En dat hij er ook uitzag als een vis. Ja. En de kant van God is dat hij onder ons is als de trooster. Een hele, ja, dat zijn de drie zijden... Van de ene die wij God noemen. Kijk, dus de dood van Christus. Dat is een onderdeel van een verhaal. En dat verhaal, dat heet de Bijbel. Socrates was een eikel. Die dacht, uh, van uh, nou, dan ga ik wel een gifbeker drinken. Maar waarom? Wat van nut had dat nou? Maar goed, hij drinkt dan die gifbeker. En toen was dat gif aan het werken en uh, hij was bezig met zijn laatste roggels. En zijn volgelingen waren dan bij hem. En zijn vrouw en zijn kinderen, uh, die stonden buiten. Daar had meneer even geen zin in. Uh, dat vind ik zo. Ja, zo helemaal niks, vind ik dat. En ook, Socrates, die had dus een vrouw en kinderen, dat weten we. Dat heeft Plato opgeschreven, dat die, dat die vrouw en die kinderen, die stonden buiten te huilen. Die mochten niet eens erbij zijn toen uh, de echtgenoot en de vader dus, van dat grut, toen die stierf. Mochten ze niet eens bij zijn. Daar had meneer Socrates geen zin in. Dat heb ik dan geleerd. Misschien dat het mij dat verkeerd geleerd is. Of, uh. Maar wat me in ieder geval niet verkeerd geleerd is: is dat meneer Socrates. dat was een regelrechte reetridder. Dat is gewoon een, seks, een seksmalloot. Die deed het met Algebiades. En Algebiades was een mooie jonge kerel. Dat, dat denk ik. Socrates had vrouwen en kinderen. Waar is papa? Oh, die is uh, lekker in de reet van het klimmen van Algebertis. Uh, ja, maar mama, waarom heeft hij geen seks met jou? Ja, kind, je weet hoe die uh, 1% uh, van de samenleving hier is. Die uh, doen het lekker onder elkaar, die mannen. Hm, ik vind Socrates een viespaak. Ja, en jij ook. Iedereen. Behalve Jordan Peterson. En zijn volgelingen. Ik, ik geloof wel dat Jordan Peterson is erg begaan. Met het. Uh, met het droevige lot van de mens. Dat wel. Die, die man. Hij had nou. Het was dus ook. dat ik met hem een interview zag. En dat hij het heeft over. Heeft hij heeft het over God? Had ik nou, heb ik nou, nou hier nog staan die titel? Nee. Nee, ik heb hem weggeklikt. Dat is jammer. Nou, ah, dat is ook niet jammer. Heeft hij het over. De, het idee. Van God. En hij zegt dan dat het idee van God. Dat, dat het heel oud is, dat het ook uh, als fenomeen verklaarbaar is en dat het gelijk staat aan het ideaalbeeld wat de mens heeft van zichzelf. Dus de mens kijkt om zich heen en ziet andere mensen. Hij kijkt ook naar zichzelf. En hij ziet overal ja, beperkingen. En fantaseert dan over een wezen wat oneindig goed is. Want hij ziet dan mensen en die zijn dan. Uh, 10% goed, en dan ziet hij andere mensen en die zijn 12% goed... en dan ziet hij mensen die zijn 18% goed... en dan fantaseert hij over iets dat 100% goed is, dat perfect is. Vanuit het feit dat hij dus mensen ziet... nou, de een is beter dan de andere en dan kan je dat extrapoleren. Extrapoleren betekent doortrekken, dat je... Ja, maar in feite is het een vorm van fantaseren, dus... En zo kom je dus aan een aan een fantasiebeeld. En ik ben dat helemaal niet met Jordan Peterson eens. Jij, voor mij. En dat voor jou ook. Het, dat geldt voor iedereen. Wij hebben te accepteren dat er geen op wetenschap gebaseerde verklaring is. voor het ontstaan van het universum. zoals we dat kennen. Zelfs voor een model van het universum. wat alleen maar bestaat uit. dode materie. daar hebben wij. ja, je hebt dan. Dat geneutel van Stephen Hawkins, die dan zegt: van ja, en je had ooit niets, en het was echt helemaal niets, en dat is geëxplodeerd. Ja, dan ben, ik, dan ben ik al afgehaakt, hoor. Oh. En jij kan dan zeggen: van nou, maar je moet wel respect hebben hoor, voor Stephen Hawking want die had ALS. Ja, al had hij lepra. Wat maakt mij dat nou uit? Ik vind het onzin. Niets is vanwege niets geëxplodeerd. En toen hadden we het universum. Ja, wil je het gekker hebben? Ik vind het echt nergens op slaan. Het enige wat je kan zeggen is: ja, Perry, het is wel de enige theorie die we hebben, dus laten we daar nou maar heel zuinig op zijn. Dan zeg ik: nee, dat is helemaal de enige theorie die we hebben. We hebben ook nog een theorie en die staat in de Bijbel. En die heet: bara, Elohim et hashima'im, we et Ja, maar Hebreeuws wat beter. Het is nog steeds heel erg uh, stuntelig en het wordt beter. Met name qua klemtoon. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Of zoals Johannes het zei, in de beginnen was het woord, dan kan je er stoppen, in de beginnen was het woord, ja, en dan krijg je de rest. En het woord was bij God, en het woord was God. Ja. Dus, uh, dat is het. En dus hoe komt het dat het universum is zoals wij dat kennen? En dat komt door het woord. Het woord was. En het woord was bij God. En het woord was God. Zo zit het. Klaar. En dan ben je er in één keer helemaal klaar. Dit heeft niks te maken met een opperwezen. Nee, het is het woord. Het levende woord. Het woord dat leeft. Dat is God. Snap je hem? Dus, dus mensen zeggen wel eens: van, ja, ik kan niet geloven in een God die dan ergens in de hemel zit op een volk en dat is een oude man met een buik. Nou, kijk, wat jij zou moeten zeggen, is dat jij niet kan geloven in het woord. Oh, ik geloof niet dat het woord bestaat. Nee, behalve natuurlijk dat je woorden gebruikt om te zeggen dat je niet gelooft dat het woord bestaat. Dus uh, waar geloof je dan eigenlijk niet in? Je gebruikt toch het woord of niet? Daar begint jouw inzicht in waar het leven vandaan komt. Namelijk de Bijbel begrijpen zoals die bedoeld is. Sukkel in plaats van er als maar overlopen te zeuren. En Jordan Peterson is dan ook typisch zo'n man. En die gaat dan uh, het wel hebben over de Bijbel. Maar dan alleen als maatschappelijk fenomeen. Als een cultureel fenomeen. En dat klopt niet. Want de Bijbel is niet een cultureel fenomeen. De Bijbel is een universele waarheid. En je kan zeggen dat. Uh, uh, ja, misschien dat... Ja, je kan... Uh, kijk, er zijn bijvoorbeeld boeken en die vallen er net buiten. Huh? Dus de heet dat. Ja, en hadden die er nou wel in moeten staan of niet? Ja. Er is ook een... Er is een beetje discussie wel over. Als je hier een bijbel koopt... Hier in Arnhem heb je zo'n bijbelwinkel. Uh, er zijn bijbels te krijgen. En dan heb je toch uh, het boek... Welk boek, boek 1 e nog of zo? Ja, en destijds bij het concilie van Nicea, als ik het allemaal goed begrepen heb, maar toen is die buiten de kanon gevallen. Maar ooit hoorde die er wel bij. Dus ja. En dan kan je dus zeggen van, het is uh, cultureel bepaald dat het boek nog er niet bij hoort. Ja, dat kan je zeggen. Maar voor de rest, Bereshit, uh, bara Elohim, Et Hashemayim, V'et Haaretz. Dat staat in elke Bijbel. Dat is universeel. En in de beginnen was het woord, dat is universeel. Het is ook de enige manier om de wereld te begrijpen. Dat de wereld is veroorzaakt door het woord. Want er is geen wetenschappelijke verklaring voor de wereld. Het is er niet. Ja, maar Charles Darwin dan. Ah. Uh. Ja, het is jammer voor jou, maar The Origin of Species, dat is een, een verhaal over soorten van vinken. Snap je? En je kan niet kijkend naar verschillende vinkenpopulaties, dat dus als feit nemen... Hè? Je hebt dus een waarneming gedaan met vinken. Dat zijn van die vogeltjes. En dat je op basis van die waarneming van vinken weet hoe het kan dat het universum is ontstaan met de mens. Dat kan niet. Dat, dat kan jij zelf toch ook verzinnen? Dat dat niet gaat. Ja, Charles Darwin heeft gezien dat op basis van nou, genetische toevalligheden er verschillende soorten vinken zijn ja, ontstaan. Het is zelfs wel de vraag of je mag spreken van ontstaan. Maar dat is alles. En, en het idee van Charles Darwin dat het allemaal te maken heeft met een opeenstapeling van toevallige samenlopen van toevallige omstandigheden. Dat dat aan de oorzaak, aan de bron ligt van alles wat wij kennen. Dus het hele universum is dan dus niets meer dan het resultaat van een toevallige samenloop van toevallige omstandigheden. Dat is een theorie van niks. In het begin van de 20e eeuw in de jaren 30 ongeveer, heeft de een professor Dr. Jordan onderzoek gedaan, onderzoek gedaan. Waaruit naar voren kwam dat uh, biologische wezens. Um, geconstitueerd worden, dus een vorm krijgen door een onzichtbaar veld, zoiets als een magnetisch, dus rondom een magneet bijvoorbeeld, er zit een magnetisch veld. Die heb je vast wel eens, heb je wel eens gespeeld met een magneet? Een magneet met, met ja, je kan een magneet in een schoenendoos stoppen, maar dat dat veld, dat magnetische veld, dat gaat door die schoenendoos heen. Dus het is onzichtbaar, dat magnetische veld, maar dat is er wel. En zo zegt Jordan, dat is, een, ja, dat is zijn keiharde conclusie, dat biologische wezens, die hebben zo'n soort veld. Dit gaat dus veel verder dan een toevallige samenloop van omstandigheden. Biologische wezens hebben een veld gelijk een magneet. Alleen een magneet is dan heel simpel, heel plat vloers, uh, ja, recht toerecht dan. Het is gewoon met dat. En bij een biologisch wezen zit daar dus een biologisch veld. Ja, dus als, een, als een eicel van een vrouw wordt bevrucht doordat een spermatozoïde van een man daar binnen dringt, op dat moment, hè, dat dat die twee uh, één worden, de conceptie heet dat hè, op dat moment uh, vindt er een soort explosie plaats, dan ploft er iets, en met dat dat ploft, is dat veld daar. Nou, ga jij er maar eens even over nadenken, uh, hoe bijzonder dat is. De, zo is iedere mens begonnen. Dus die spermatozoïde dringt die eicel binnen. Die eicel die zegt ook gelijk. Na één spermatozoïde gaat die eicel al onmiddellijk de, zijn, zijn eicelwand afsluiten voor andere spermatozoïden. Dan komt die DNA komt samen. En dan is dat veld daar. En dat veld begint. Allerlei atomen uh, te organiseren. En dan gaat de boel groeien. Dan krijg je een ordening. uit een. Dus dan wordt een chaotische hoeveelheid atomen. die wordt geordend. En die chaotische, ordening, die, die chaotische verzameling van atomen. die wordt dus geordend. tot een mens. Tot bijvoorbeeld ik. En ik ben de geordende verzameling van atomen die geordend zijn door dat veld wat ik in feite ben, wat mijn lichaam is. Mijn, mijn lichaam is dat veld. Je kan zeggen dat is de ziel. Jordan heeft het bewijs gevonden. En die experimenten kan jij nadoen als je dat wil. Hij heeft die experimenten beschreven. Ik heb het boek hier in huis. Dat is allemaal geen geheim. Snap je? En Jordan zegt ook in zijn boek, ergens in het begin dat de theorie van Darwin niet meer thuis hoorde in zijn eeuw. En hij heeft dus geleefd, uh, ik weet niet wanneer hij overleden is, 1950 of zo denk ik, 60. Het boek, is, uh, het boek wat ik hier in handen heb, dat is gepubliceerd in 1941. En hij zei, ja Darwin, dat is, dat is al <laughs> lang voorbij. <laughs> uh, dat doen we helemaal niet meer aan. Wij snappen inmiddels dat er veel meer aan de hand is. En wat er aan de hand is, is dat het Woord het begin was. Het levende Woord. Zo zit het in elkaar. En de Bijbel is dus niet. Uh, een cultureel fenomeen dat je leuk kan bestuderen vanuit een psychosociale achtergrond, sociaal-psychologische achtergrond. Uh, dat je de, de Bijbel bestudeert om zo inzicht te krijgen in het fenomeen mens. Uh, de mens is dus een wezen dat zoiets als een Bijbel produceert. De Bijbel is niet gemaakt door een mens. En dat kan niet. Ik... De eerste vijf boeken. Zijn er aan de eerste vijf toch? Ik pak hem even erbij hoor. Ik pak even de slachtenbibel erbij. Hoor. Die, die, die Duitsers die hebben dat me leuk opgeschreven. Slachter 2000. Ja. Kijk wat wij noemen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuter, de, Deuteronomium. Hè? Dat noemen ze in het Duits. Dat eerste boek Moze. Dat tweede boek Moze. Dat driede boek Moze. Dat vierde boek Moze. En dat vijfde boek Moze. Dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Nou, het eerste boek van Mozes. Dat heet bij ons Genesis. Dat heet in het Hebreeuws, het is geschreven in het Hebreeuws namelijk, het heet Bereshit. En de eerste regel van Bereshit die heb ik net opgenoemd. Bereshit bara Elohim et Hashemayim... ...we et haaretz. En Bereshid, dat woord heeft zes letters. Nou, dat is een bet, een resh, een alef, een shin, een jot en een tau of een tav. Tav moet je zeggen. Tav is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet dat staat voor overeenkomst. Dat staat voor het begrip wat erachter zit is kruis. En de eerste twee letters, dat is een bet en een resh. Dat br dat is op zich weer een woord. Dat betekent zoon. De derde letter is alef. Alef staat voor God. Dus Bereshit, dat begint met. Bet, resh, alef. Dat is zoon, god. En iedere letter in het Hebreeuws is een woord, is een begrip. Zoon, god. Dan krijg je een shin, dat is destructie. Dan krijg je een jot. En het teken van die jot, dat is de hand. En dan krijg je een tav, dat is kruis. Zoon, god, destructie, hand, kruis. Eerste woord van het eerste boek van de Bijbel. Wij weten zeker... dat dit geschreven is... een hele tijd... voordat Jezus Christus ten tonele verschijnt. Zo staat het Oude Testament... vol met verwijzingen... naar Jezus. En Jezus wist... dat Hij de Christus was. Het was voor Hem duidelijk... Anders ga je dat ook niet doen. Jezus was 33 toen hij dat deed. Uh, niemand uh, bij zijn volle verstand uh, gaat zichzelf nou, niet het leven benemen. Hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Maar hij heeft geparticipeerd in een gebeurtenis waarvan hij wist dat het zijn lichaam zou kosten. En hij heeft dus gezegd. Uh, for uh, it is uh, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I do not go away, the Comforter will not come. That is the Bible. That is a heel bijzonder book. Dat is niet een cultureel fenomeen wat de mensheid. Het eh, uh, um, is niet een cultureel fenomeen dat je, waarvan je, als je het gaat bestuderen, dat je een beeld krijgt van de mensheid. Nee, ja. het is het woord van God. En het beeld van de mensheid is dat ze het woord van God niet eerbiedigen. Meer valt er over de mensheid niets te vertellen. Wat mij betreft. Hij, hij... En dat vind ik dan wel weer interessant aan Jordan Peterson. En voor mij mag je best naar hem luisteren. Sterker nog, ik zou het een goed idee vinden. Voor hem echt je eigen mening. Want hij heeft het wel heel mooi verteld dat hij over Nietzsche. Dat Nietzsche heeft gezegd: God is dood. En ik moet je zeggen dat ik het al wist, zonder dat ik. Ik heb die frase waarin Nietzsche dat gezegd heeft, wist ik niet. Ik weet niet waar het staat. Hè? Ik heb het nooit gelezen, dus. Dat hij dat, opgeschreven, dat stukje wat hij daarover, waar hij daarover heeft. En toch wist ik al dat Friedrich Nietzsche niet bedoelde dat God was overleden. En dat wist ik omdat Nietzsche een ontzettend goede denker is. En die zou zoiets nooit hebben gezegd. Dus ik heb altijd gezegd dat Nietzsche bedoelde dat hij een kritiek had op de maatschappij. ...dat ik in het zo moest lezen. lezen. In, het, in het geloof van de mensen is, is, is God uh, ja, vermoord. Dat zegt Jordan Peterson. Dus niet eens dat God is overleden in de ogen van de mensen. Dat dacht ik eigenlijk, dat Nietzsche bedoelde. Maar dat is niet zo. Nietzsche bedoelde te zeggen dat de mensen in hun gedachten God hebben vermoord. En zegt hij ook nog dat het maar de vraag is of er genoeg water op deze aarde is om onze handen te wassen waarmee hij refereert aan die koning of die heerser die toen in Israël heerste namens het Romeinse rijk en namens Babylon die toen Jezus veroordeeld werd door het volk tot de kruisiging en tot de kruisdood dat die Romeinse opperhoofd dat hij zijn handen waste. Hij waste zijn handen in onschuld. In die zin dat hij zei: Nou, wat hier gebeurt, daar wens ik niks mee te maken te hebben. Dit is toch echt de keuze van het Joodse volk zelf? Hier, hier sta ik buiten. Dus die Romeinse overheerser. Die waste zijn handen in onschuld. En Friedrich Nietzsche zegt. Met wat de mensen hebben gedaan, en daarmee bedoelde hij de mensen van zijn tijd. Die hebben God vermoord. En de vraag is of er water genoeg is om het bloed van de handen te wassen. Nietzsche had helemaal gelijk. En Nietzsche zei ook nog. Dat de consequentie van het vermoorden van God door de mensen van zijn tijd. De consequentie zou zijn dat het nihilisme de boventoon zou gaan krijgen. En dat is wat je nu hebt. Hij heeft Nietzsche. Nietzsche heeft het drama van de 20e eeuw. Wat lekker doorgaat in de 21ste eeuw. Dat heeft Nietzsche voorspeld. Misschien wel inclusief het feit dat heel veel mensen zeggen. Ja, kijk, voor Nietzsche. die vond ook al. dat het uh, God en zo. dat is alleen maar man. Nee, dat zei hij helemaal niet. En Nietzsche behoort net als Schopenhauer en Immanuel Kant. Tot die groep mensen die het erg belangrijk vinden dat mensen op een morele manier met elkaar omgaan. En ja, Immanuel Kant heeft gezegd dat degenen die beweren dat ze kennis hebben van God, en dat zij wel weten hoe God over dingen denkt en hoe het allemaal is in de ogen van God. Die een intermediair wil zijn tussen de mens en God. De priester. En dan het liefste een priester met een aardig inkomen. Ja, Immanuel Kant heeft gezegd, die mensen die dat beweren, dat zijn regelrechte oplichters. En wie kreeg Immanuel Kant achter zijn bibs aan? Uh, de universele kerk natuurlijk. De organisatie die al sinds jaren dag beweert dat ze de tussenpersoon zijn tussen de mens en het levende woord. Dat is ook die organisatie, diezelfde organisatie die de Bijbel, het woord van het woord, geconfiskeerd heeft. En zei van ja, dat is ons boek. En als iemand daar een kopietje van in huis heeft. dat dan noemen wij inbreuk op het auteursrecht. en daarop staat de doodstraf. Dus je mocht niet eens een eigen versie van de Bijbel hebben. Je had erge, ernstige consequenties. Dat is de universele kerk. Dat is de allerergste organisatie die de wereld heeft gekend. En de universele kerk. Die is voorspeld. Dat staat ook in de Bijbel. Snap je? Je kan bijna zeggen, ja, wat stond er eigenlijk niet in de Bijbel? Christus heeft heel duidelijk gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. En het is, uh, it is expedient, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I, that I go away, that I depart, for if I not go away, the comforter will not come unto you. Christus heeft dus gezegd dat wij een persoonlijke relatie hebben met het woord. Daar hebben wij geen priester voor nodig. Je kent? De Bijbel leert ons dat wij geen koning nodig hebben en dat als wij denken. Nou, kijk, we hebben weliswaar geen koning nodig. Maar laten we er toch maar eentje nemen, want de buren hebben het ook. En, en dus, dat ziet er wel leuk uit. Dan hebben ze Koningsdag. En dan uh, mogen ze vrij handelen. En dit, nou, dat vinden wij ook wel. Uh, wij willen ook een koning. En dan wonen we één dag per jaar. Dat we daar gewoon mogen verkopen waar we zelf zin in hebben. Mensen snappen niet. Dat ze dan maar één dag per jaar, want het is hier met Koningsdag, hè? mag je één dag per jaar, mag iedereen, zonder dat hij een vergunning heeft of wat dan ook, keur en ziens van waren, komt ook niet op bezoek, nee, iedereen mag wat verkopen. Voor echt geld. Eén dag per jaar. Dat komt omdat wij een koning hebben. Anders mochten wij 365 dagen per jaar verkopen waar we zin in hadden, snap je? Wij, wij zijn het helemaal kwijt. Wij zijn blij met Koningsdag. Dan mogen we één dag vrij handelen. Oh, wat zijn we heden blij! En in de Bijbel staat dat je geen koning moet hebben. Want je hebt hem niet nodig. En als je iets niet nodig hebt dan moet je het ook niet nemen. Ik ben computerprogrammeur, dat is van hobby, zeg maar, passie. En wij hebben een term, heb ik ook pas sinds kort geleerd hoor, maar die heet uh, yakni. Dus bepaalde concepten in software... Die worden dan bestemd als Yakni. En dat betekent: dat moet je niet doen. En Yakni, dat is een woord en dat spel je als Y, A, G van Gerard. En dan Nico, en dan I van Isaac. En als het Yakni is, dat betekent dat, dat je het niet moet doen. Geen Yakni-code IB. -E en Yakni, dat staat voor een optie in je software. En dit betekent dus yakni dat betekent, het is een afkorting, you ain't gonna need it. You ain't gonna need it. yakni Don't write yakni Because you ain't gonna need it. En het enige wat yakni code oplevert, en ik weet het, ik, ik weet het, ik heb jarenlang, ik heb het allemaal meegemaakt, ik heb in teams geprogrammeerd en. Jongen, ik, heb, ik weet niet wat meegemaakt hè. En YACNI-code is echt verschrikkelijk. Als je, als je YACNI-code ergens in hebt zitten, je hebt een bibliotheek laten schrijven en, een, en er zitten dus YACNI-dingen in, dan zal je krijgen dat mensen, andere programmeurs, je denken, oh nou, ja, het zit erin, ja, laat ik het toch maar gebruiken, bijvoorbeeld. Want het zit, het zit er toch niet voor niks in? Je zal er wat mee moeten, ja. En dan gaan ze jacknie gebruiken. Nou, en dan ben je helemaal van huis af. Dus iets wat je niet nodig hebt, moet je niet programmeren. Er komt alleen maar ellende van. Dat... Ja, ik zou er een hele uitzending aan kunnen wijden. Met waar precies de, 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 de achtergrond van is. Maar dat doe ik nu niet. Want ik heb het over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. En Jordan Peterson. En Friedrich Nietzsche. En het feit dat in de Bijbel alles staat. Dat in de Bijbel staan, uh, nou misschien dat je kan zeggen, het is een boek en inmiddels is het best wel oud en is het niet eens tijd voor een nieuwe Bijbel? Huh? En mijn antwoord is van nee, er is nog helemaal geen behoefte aan een nieuwe Bijbel, want die oude Bijbel, uh, die hebben wij nog helemaal niet begrepen. Nou, en iets wat je nog niet begrepen hebt, wat je dus nog niet hebt toegepast. Waarom dan een nieuwe? Huh? Waarom de mensheid een fiets geven als die step die ze hebben, die staat nog in het schuurtje? Ja, ik, ik, ik kan wel leren steppen hoor, maar uh, ja, ik zag de laatste advertentie van een fiets. Ik dacht, uh, nou, zijn we niet te stoer aan een fiets? Nee, daar ben je helemaal niet aan toe. Want die step die staat nog in je schuurtje. Je gaat eerst maar leren steppen. Als je goed hebt leren steppen, en dan kunnen we gaan praten over een fiets. Onder maar te zwijgen over een brommer, of een motor. Ja, maar eerst maar eens leren steppen. Eerst maar eens die Bijbel begrijpen. En dan gaan we. Dat zal God, dat zal het woord heus verzorgen. Als de mensheid de Bijbel begrijpt. Dat dat gesneden koek is, dan zal je merken, dan komt er een vervolg. Maar het is voorlopig nog echt niet hoor. Nog niet in de verste verte. Te meer daar de universele kerk. Zich is gaan bemoeien met het verspreiden van Bijbels. En ze zijn van de strategie veranderd. Vroeger was het in bezit hebben van een Bijbel. dat kost je je de kop. Letterlijk. De doodstraf. In veel gevallen. En anders was het nog steeds heel bijzonder ernstig. Hè? Daar kon je beter maar niet aan beginnen. Nou. Toen kwam de boekdrukkunst. En toen was het niet meer tegen te houden. En de boekdrukkunst was er aan het begin van de 16e eeuw en in het begin van de 17e eeuw. Toen had je die koning in Engeland, Koning Jacobus. En die heeft ervoor gezorgd dat er geld op tafel kwam. Om iets van bijna 50 mensen 7 jaar lang. Dat is dan 350 man jaar. 50 mensen... zeven jaar lang aan het werk te zitten. En die hebben de King James... vertaling... Uh, gemaakt. Ubergezet. Overgezet. Hebben ze alles vanuit het... Hebraeus en Grieks... en... Fonetisch Aramees, zo moet je het zeggen. Hebben ze overgezet... in het Engels. En daarna... In het Nederlands taalgebied is de Statenvertaling gemaakt. En die was 26 jaar later was die af. Allebei de boeken, allebei de vertalingen heb ik hier in huis. Dus ze, kunnen, ze konden het niet meer tegenhouden. Vanuit de universele kerk. En wat zijn ze toen gaan doen? Ja, toen zijn ze vertalingen gaan verspreiden met uh, pikante veranderingen erin. Opvallende veranderingen. Dat je denkt: hé, hey, maar dat staat er helemaal niet. <laughs> dat stond niet in de King James, maar dan staat er plotseling wel in de New King James version, de NKJV. En die moet je niet hebben. En er zijn Bijbelvertalingen op de markt gekomen en die zijn ten krom en krommen slecht. Die moet je allemaal niet hebben. Je moet de, de King James hebben of de Statenvertaling. En geen Fransen. Belangrijk. En daar komt Jordan Peterson dus niet aan toe. En, en Friedrich Nietzsche ook niet, by the way. Ik heb Friedrich Nietzsche ook. Ik zou hem wel eens willen. Ik, ik ga er maar een, een korte studie van maken. Wat. Friedrich Nietzsche nou heeft gezegd over het christendom, maar ik weet bijna wel zeker dat Friedrich Nietzsche nog behoorde tot die categorie mensen die keken naar zowel de katholieken, dus de universele kerk, wat de antichrist is, en de protesteerders tegen de universele kerk, en dat zagen, die, die twee groepen zagen als één pot nat ja, ze zijn allebei van de Bijbel en ze hebben een beetje ruzie onderling. Maar dat is natuurlijk niet zo. En ik wil niet zeggen dat de protestanten per definitie heilig zijn, want dat zijn ze niet. De Calvinisten die hebben ook, ik weet niet hoeveel duizend katholieken op de brandstapel gegooid. Iets waar we het niet graag over hebben. En dat kan ik me ook wel... Maar goed, het is wel gebeurd. Dat hebben wel de Calvinisten gedaan, hè. Maar dat is niet netjes. Ja, maar die katholieken hebben dat veel meer gedaan. Ja, dat is wel zo. De katholieken hebben zich er verschrikkelijk schuldig aan gemaakt. En met name de Sociëteit van Jezus. Maar dat geeft niet de. eh, uh, de. Hoe moet ik zeggen? Ja, dat geeft de Calvinisten niet het recht om dan wraak te nemen. Want Romeinen 12, vers 19 zegt: Vengeance, mine. Nee, in de King James staat vengeance is mine. Ja, maar is staat er schuin. Dus <laughs> dat betekent dat er stond vengeance mine. Het betekent natuurlijk vengeance is mine. En wie zegt dat? Ja, God zegt dat. Het woord zegt dat. Het levende woord zegt dat. Dat de wraken, die komt aan mij toe, zegt de Heer. De Here Heren, de Vader van Jezus. Onze vader. Zegt dat. Dus de Calvinisten hadden nooit die katholieken mogen verbranden. Dat was voei. Ja, dus ik ga dan wel eens kijken wat Nietzsche dan nog over het christendom heeft gezegd. Maar ik denk dat ik al goed zit. Ik denk dat ik het al bij het rechte eind heb. Dat ik het al weet. Maar als het anders is, dan ben ik de eerste om daarop terug te komen hoor. Dat, als ik iets fout heb, dan, nou, dan hoor je dat. Dus ik ben er niet om. Uh... Ja, dat vind ik het ook een beetje met die Jordan Petersen. Uh, dan komt hij op een toneel en dan gaat iedereen zo joelen. En, alsjeblieft, dat zou ik dus helemaal niet willen. Dat zou ik heel erg vinden. Ik denk niet dat dat, dat het antwoord is. Daarmee bedoel ik een, een leider. Wij hebben geen leider nodig, dat is, het, dat is de boodschap. Wij weten zelf drommels goed hoe het moet. En wat wij te accepteren hebben is dat hoe het moet, dat we dat al heel erg lang weten. En dat het voor alle zekerheid door God is opgeschreven in het boek en het heet de Bijbel. En daarin staat hoe het moet. Daarin staat hoe God het bedoeld heeft. En wij hebben dat te accepteren. Christus heeft bijvoorbeeld gezegd dat degene die denkt aan overspel, die heeft het al gedaan. Christus heeft ook gezegd dat. Of Christus. Misschien. Nee, dat staat denk ik ook al in het Oude Testament. Zoiets als scheiden. En wat nu zo'n hobby is, hè? zo oh, en wanneer ga jij dan scheiden? Oh, je, zijn, oh, je hebt al gescheiden, oh, wat leuk. Nou, scheiden is helemaal niet leuk. Scheiden is een drama. God vindt dat verschrikkelijk. Wij dienen dit onder ogen te zien. En dat... Dat moet gebeuren. in de harten. van de mensen. Ja. Maar nou ja, als, dat, als, als mensen zeggen. van ja, Perry. als jij ergens gaat praten. dan zal ik iemand meenemen. en die gaat dan naar je luisteren. en dan gaat hij ook denken. wat jij vindt dat hij moet denken. Ja, dat is maar de vraag. Maar voor hetzelfde geld. als iemand naar mij luistert. Dat hij dan dichtklapt. Ja, dan zijn we nog verder van huis. Snap je? En net als Jordan Peterson heb ik heel erg te doen met de mensheid. Alleen anders dan Jordan Peterson. Vind ik dat. Uh, Jorda Pietersen, die, die komt er met twaalf regels voor het leven. Twaalf regels om beter te leven, om een beter leven te krijgen of zo. En ik denk. Nee. Hey, je hebt je leven niet te leven dusdanig dat jij er goed van afkomt. Je hebt je leven te leven dusdanig dat God, het levende Woord, tevreden is over jou. Hey, je hebt van die positiviteitsgoeroes en die zeggen: Nou, als je met dit doet, als je met dat doet. En, en dan word je vanzelf uh, bijvoorbeeld rijk. Of een goede gezondheid. Of whatever. En dan kan jij dan naar jezelf kijken en zeggen: van, Nou, ik heb het best goed gedaan. Want ik heb drie auto's en. Uh, ja, en wat nog meer. Ja. Maar dat is jouw oordeel over jouw leven. Hetzelfde geldt ook voor mensen die dan depressief zijn. Die hebben dan ook een oordeel over hun eigen leven en dat is dan negatief. Ja, dat is bij mij gedacht helemaal niet goed. Ja, dat is jouw oordeel. Kijk, daarin zit ik anders dan Jordan Pietersen. Mensen die depressief zijn... Dat zou Jordan Pietersen, denk ik, hè? En hij is dus psycho, uh, psychoprofessor. Uh, iets met met psychus. Daar weet hij heel veel van. Psychosociale psychologie of whatever. De mens als fenomeen. Dat is dan zijn studieobject. En dan mensen die dan depressief zijn. Of, uh, of een, uh, slechte lichamelijke dingen. Dus daar heeft hij allemaal verschrikkelijk mee, heel veel medelijden mee. denk je: denkt, oh wat erg, oh wat erg, oh wat erg. Maar hoezo is dat erg? Hey, ik was op mijn werk. En de manager, die was daar uh, toevallig. <laughs> ja, ja, ja. Die kwam dus even binnen. En ik was aan het overleggen met die mensen die daar de leiding hebben, de begeleiding. En mijn manager, zei, Heel, hele fijne vent hoor. Ik, werk, ik ben er trots om dat ik voor hem werk. Ik mag hem. En die kwam dus binnen en die begon niet gelijk te praten. Nee, die zag dat ik aan het praten was met de klanten, zullen we zeggen. En die wachtte netjes tot we uitgesproken waren. En ik had hem wel gezien. En ik zou hem op de eerste gelegenheid in het gesprek ook het woord geven natuurlijk. Want hij is de manager. Maar ik was ook nog in gesprek. En we maakten even het gesprek af. En wat zei ik nou? Ik zei zoiets ze van nou... Uh, ik werk tot zo en zo laat. En dan moet ik de bus hebben. Daar ging het om. Want die bus gaat me eens in het uur. En ja, ik wil. Ja, het is niet zo heel erg, de beurs mis maar, maar dan ben ik een uur later thuis. Dus ik niet echt op te wachten. En toen zeiden die mensen. Van, oh, oh, oh. Ja, nee, als dat zo is. Hey, dan, moet je, hey, dan moet je wel op tijd. Uh, hè. Waarop mijn manager. Dat was als eerste opmerking. Dat hij tegen die mensen zei. Tegen de cliënten: van uh, Geen medelijden hebben met hem, hè. En ik begreep gelijk wat hij bedoelde. En ik moest lachen. En ik zei dus ook tegen die mensen: Ja, precies, hij heeft helemaal gelijk. Geen medelijden hebben met mij. Alsjeblieft niet. De, van medelijden, wat word je daar wijzer van? Dus dat. Ik denk dat ik in die zin dus iets anders denk. Over de oplossing. dan Jordan Peterson. Maar ik zou het nogmaals, ik zei het net al. Ga maar lekker googlen. En luister maar eens naar hem. Het is best wel interessant. Behalve als je het heeft over Socrates, dat zou ik gelijk maar skippen. <laughs> ja, dat moet je niet doen. Nee, moet je niet doen. Moet je ook naar dat verhaal van hem over Socrates, moet je dan ook luisteren, vind ik. Zelf maar oordelen wat jij ervan vindt. Dat ik al een mening over hem heb, opgebouwd. Dat, ja, dat moet je maar lekker terzijde schuiven en uh, zet er maar lekker je eigen mening tegenover. Wat, wat maakt mij het uit? Hoor. Nou dan. Nou heb ik jullie weer lekker een stukje verder gebracht. En de volgende keer ga ik het weer verder hebben over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Want we zijn nog niet helemaal toegekomen aan wat Nietzsche dan bestempelde als oh jee, oh jee, als dit maar goed gaat. Want de oorlogen, zoals we die nu hebben leren kennen, nou, dat kent ze weer gaan niet. En nou, dan zeg ik op zijn hamburgs tegen jullie: tjus en dag, lieve waarheidslievende mensen.